Heeft u nou gevulde koeken voor ze meegenomen? Ja, ze krijgen vergunning. En ook de ambtenaren op het gemeentehuis krijgen. Iedereen die zich vandaag inzet. En ook straks de Indische maaltijd, behalve hier, want hier eten ze uit de ruif van de... Dankjewel. Geen gevoel. Stemmel, je hebt maar een gevoel. U mag hier uw stembiljet kwijt. Ik denk dat april in de koffer ligt. Burgemeester, wat komt u hier nou doen? Ik kom stemmen, maar alleen voor de gemeenteraad. Want ik ga later op een ander stembureau... Voor het referendum? Ja. Verdelen. Beetje verdelen, ja. ID erbij, heeft u nodig? Nou, de regel is dat je hem laat zien en gecontroleerd wordt. Dus ik hou me aan de regels, zo ben ik wel. Mijn handtekening staat erop. Dat is wel bijzonder, hè? Ja, dat is hem, hè? Dat is hem. 1, 2, 3. Hoe ziet de dag er verder uit vandaag? Het is een hele rustige dag voor mij, tot 9 uur. Ik ga denk ik nog 3 of 4 keer langs bij de stembureaus. Bij alle 5? Bij alle 5, ja. Ik ben nu al bij alle 5 geweest. Dit is de laatste. En ik moet alleen nog voor het referendum stemmen, want ik heb net hier voor de gemeenteraad gestemd. Dus ik ga nog voor het referendum op een andere plek. En dan een spannende uitslagenavond vanavond op het gemeentehuis. Nou ja, of het spannend is, weten we niet. Maar het is wel omdat we natuurlijk ook een partij extra hebben. Van ja, als die een eentje krijgt, waar gaat het vanaf? Dus we zullen zien.